Ontdek tal van topmerken bij het vernieuwde Maddy's Mode. Maddy's Mode, Albrechtlaan 56B in Aalst. Siebe van der Heijden, vorig seizoen hadden we een eerste gesprek met jou, omdat je kampioen speelde in 1B met Union. En nu zijn we hier terug, omdat je herfstkampioen speelde in 1A met Union. Hoe ervaar je deze periode? Goh, dat is echt een mooie periode dat we aan het beleven zijn. Ik zeg het, dat is voor elke jongen die in deze ploeg speelt bij Union, is dat gewoon een droom. Maar ik zeg het, we weten ook allemaal van waar dat we komen en we staan ook met de voeten op de grond. En we weten dat er nog een lange periode aankomt in de competitie. Maar dat neemt niet weg dat we moeten genieten van deze momenten. Ja. 7 punten voorsprong is niet min. Oké, er komen nog play-offs en zo. Want wat is de ambitie nu? Nu kan je toch spreken van play-offs halen moet mogelijk zijn. Nee, ik spreek me daar niet over uit. Dat is om aan de club om te beslissen op termijn. Maar ons eerste doel was behoud. En daar blijven we momenteel bij tot dat gebeurd is. En dan kunnen we misschien verdere doelen gaan stellen. Maar voorlopig willen we ons daar niet over uitspreken over wat de volgende doelen zullen zijn. We moeten match per match kijken, elke wedstrijd voor de 3 punten gaan en dat gaan we blijven doen. Ja. In het begin van het seizoen stond u in de basis, dan een aantal wedstrijden terug niet. Hoe overtuig je een trainer als Matsu om in het Fanion-team te staan? Goh, ik denk dat ik de trainer nu ook al even ken. We spelen ondertussen toch wel al twee jaar samen, dat ik hem ken. En als je uit de ploeg valt, dan moet je gewoon blijven werken en blijven je best doen en de positiviteit toch wel behouden. En dat heb ik geprobeerd op training. Ik ben hard blijven werken, ik heb extra gedaan na de trainingen. En uiteindelijk wordt dat terug beloond. En dat zie je dan ook, dat je toch terug in de basis komt. En dan is het aan jezelf om de kans te grijpen. En ik denk dat ik dat sinds die match ook wel terug gedaan heb. Jullie zijn nu ploeg van de stad, Brussel. Hoe is die rivaliteit met Anderlecht? Ja, er is wel een gezonde rivaliteit, denk ik. Maar het maakt Brussel nog zo mooi qua voetbal. Je ziet dat vooral ook tussen de supporters, hoe dat leeft. En als je soms kijkt op sociale media, dan zie je wel die reacties tussen de supporters. Maar dat maakt het ook alleen maar leuker. En ook als speler, je kijkt uit naar zo'n match. En dat brengt een soort van, ja, zoals ik zeg, een gezonde spanning. En ja, Brussel leeft. Ja, Brussel leeft. Ik kan me ook voorstellen dat er meer en meer supporters naar het Dudepark afzakken. Hoe beleef je dat? Ja, je merkt dat natuurlijk wel. Hè. Als je ziet, vorig jaar in 1B was er natuurlijk minder volk. En als je dan de kampioen speelt en dan zie je de eerste match in 1A, dan denk je, wow, toch wel een verschil. Ja. En nu presteren we nog beter en is er nog meer volk. Dus ja, het is ook een extra motivatie om steeds beter te presteren en toch wel die mooie positie te behouden, omdat er nog meer volk komt en nog meer sfeer is. En als speler, ja, ik zeg, dan droom je van zo'n momenten en dan ga je zelf ook nog heel veel beter presteren. Ja. Je hebt een teammaat die onlangs is opgeroepen voor de Rode Duivels, Van Zijr. Denk je dan stiekem ook niet van de verdediging is aan vervanging toe bij de Rode Duivels? Ja, maar dat zijn dromen die je hebt. Ik denk dat elke jonge Belg voetballer daar wel van droomt om voor de nationale ploeg van België te spelen. Maar oké, dat zijn ambities, maar ik blijf ook met de voeten op de grond. Ik weet ook van waar ik kom. En ik blijf gewoon hard werken en mijn matchen spelen voor Union. En als dat moment zou komen, dan zou ik daar super, super blij mee zijn. Maar het is niet iets waar ik op ga roepen of waar ik moeilijk over ga doen. Nee, totaal niet. Ja. Nee. Jullie hebben een smalle kern, is algemeen geweten. Is dat dan een voordeel dat je alleen nog maar in de Jupiler Pro League uitkomt? Goh, ja, we hebben een smalle kern en we wisten dat de beker zeker niet makkelijk ging zijn als je uitkomt tegen Mechelen, op Mechelen. Maar ik denk dat we aan iedereen getoond hebben dat we er toch wel vol voor wilden gaan. En dat was ook onze ambitie om voor die beker te gaan en ook in de competitie te presteren. Maar uiteindelijk is het ook geen drama dat we eruit liggen. Zoals dat je zegt, we hebben een smalle kern. En nu moeten we ook gewoon de ambitie leggen op de competitie en proberen iedereen in een gezonde toestand te houden. Iedereen fit te proberen houden. En dat is het belangrijkste momenteel, ja. Ja.
vorige week zondag op Oostende 1-7. Dat is een cartouche. Hoe heb je die wedstrijd ervaren? Ja, dat was een hele mooie wedstrijd. Voor mij ook persoonlijk, omdat ik er toch wel 2 jaar... Allee, ik heb er mijn eerste profcontract getekend en ik heb er 2 jaar mogen beleven. En dus ik heb er wel een leuke periode beleefd. Ook al ben ik maar 2 minuten toen uitgekomen voor de eerste ploeg. Maar ja, het is een extra sfeer. En als je dan 1-7 kunt gaan winnen daar, dan is dat echt wel heel mooi, ook persoonlijk, maar ook voor de ploeg. Dus we moeten van die momenten genieten. En ik denk dat we ook wel getoond hebben dat we dat gedaan hebben na de wedstrijd met de supporters erbij. Dus dat was een hele mooie beleving, ja. Je staat bekend als iemand die dicht bij de supporters staat. Hoe is die sfeer daar met die supporters? Ja, dat is een hele leuke sfeer. Zeker na de wedstrijd. Als ik met hun kan zingen, dan ben ik blij. Dus, en ik denk zij ook wel. Als ze zien dat er een hechte band is tussen de speler. Allee, spelers eigenlijk, want iedereen heeft wel een hechte band met de supporters. Maar ja, iedereen geniet daarvan. En dat zie je ook. Dan zie je die glimlach op die supporters hun gezicht, op ons gezicht. En als je zo'n harmonie kunt creëren binnen een club, dan maakt het alleen maar mooier. Ja. Als Dino Vieter staan we natuurlijk als één man achter jou. En ik denk dat er misschien al mensen hun kar aan het keren zijn en van paars-wit geel-blauw aan het worden zijn. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat heel mooi om te zien. Wel. Natuurlijk, dat is leuk als mensen je club gaan supporteren. En dan gaan er alleen maar nog meer mensen komen, dus kom maar op. Ik hoorde dat je altijd de eerste bent om het clublied aan te heffen. Wil je dat voor Nino of Media ook eens doen? Ja, dat wil ik wel met plezier doen. Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton embleme. Les couleurs dans mon cœur, et quand vient le week-end, au parc du Denne, je chante pour ton club. Allez, l'Union! Oh, oh, oh. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.